Het lijkt waar Ragel Hazes gaat, ruzie nooit ver weg te zijn. Sinds Ragel de brasserie in Torremolinos overnam van Melanie Beense, dochter van volkszanger Peter Beense, is de boel flink ontploft. Melanie zou eigenlijk het personeel begeleiden en de zaak helpen opbouwen, maar volgens ingewijden liep dat al snel mis. De spanning bereikte een kookpunt en uiteindelijk mocht Melanie zelfs de vaste klanten niet meer begroeten. Peter Beense, die al jaren zingt bij Holland, zingt Hazes zweeg aanvankelijk over de rel om zichzelf niet in de problemen te brengen. Hij weet namelijk als geen ander dat als je één keer iets negatiefs over Rachel zegt, je carrière binnen de Hazeskringen wel eens voorbij zou kunnen zijn. Het is iets tussen mijn dochter en schoonzoon, zei hij destijds voorzichtig. Hij hield zich op de vlakte en probeerde diplomatiek de boel te sussen. Maar nu lijkt het drama zijn tol te eisen, Peter Beense is uit de line-up van Holland Zingt Hazes geknikkerd, ondanks tien jaar trouwendienst. Het nieuws werd bevestigd door Aaron Bade in RTL Boulevard. Opmerkelijk nieuws is dat Peter Beense niet meer in de line-up staat, vertelt Bade. Onze bronnen wijzen erop dat hij door deze ruzie met Ragel niet meer welkom is. Het is duidelijk dat Ragel haar invloed hier weer heeft laten gelden en Peter nu ook in de ban is. Het nieuws laat anderen niet onberoerd. Presentator Luc Icking kon zijn cynisme niet onderdrukken en sneerde, laat me raden, weer ruzie. Aaron Bade bevestigde de onrust en sprak met Peter zelf, die het inmiddels zat is. Het klopt, ik heb niks meer gehoord, maar ik ga me er niet meer in mengen. Het is trouwens opgelost in Spanje, zei Peter laconiek. Hij blijft hopen op een uitnodiging, maar insiders weten dat de spanningen hoog blijven. In een schokkende wending blijkt ook André Hazes junior zich terug te trekken uit het jaarlijkse Hazes evenement. De Hazes-dynastie lijkt te wankelen onder de druk van drama's, ruzies en familievetes. Wat de toekomst voor Holland zingt Hazes zal brengen is onzeker, maar één ding is zeker, met Rachel Hazes aan het roer blijft de rust ver te zoeken.